Hallo, deze video gaat over arbeid en energie voor ateneum bovenbouw. En dit is paragraaf 2 over energievormen. We gaan naar opdracht 6. De eenheid van de energie is joule. In plaats daarvan mag je ook newtonmeter gebruiken. Laat zien dat de eenheid van het rechterdeel van de onderstaande formules newtonmeter is. EZ is MLG MLH en EK is half een vekeldag. Nou, daar gaat hij. EZ is MLG MLH. Je staat hier tussen haakjes vanwege de, omdat we nu met niet gaan rekenen, maar met eenheden gaan werken. De eenheid van massa is kilogram. De eenheid van G is meter per seconde kwadraat, of meter maal seconde min 2. En de hoogte is de meter. Nou, als je die met elkaar vermenigvuldigt, krijg je dus kilogram maal meter maal seconde min 2 maal meter, dus dan krijg je kilogram maal meter kwadraat maal seconde min 2. En dat is hetzelfde als newton meter. Want newton is kilogram maal meter met seconde min 2. Dus dan mis je nog een meter. Die moet er nog mee vermenigvuldigd worden, vandaar newton meter. Nou, hetzelfde kun je doen met half en b kwadraat. Is half heeft natuurlijk geen eenheid, maar m is kilogram, v kwadraat is meter in seconde, per seconde in het kwadraat, dus meters in het kwadraat maal seconde min 2. Nou, als je die met elkaar vermenigvuldigt, krijg je dus kilogram maal meter in het kwadraat maal seconde min 2. En dan heb je weer hetzelfde, kilogram meter kwadraat in seconde, dat is hetzelfde als kilogram maal meter maal seconde in het kwadraat min 2 maal meter. En dat, dit hele stuk is hetzelfde als newton, zoals je daar ook bovenaan kan zien. Dus ook dit is newtonmeter. Oké. 7. Sandra zit een reuzenrad. Zie je figuur 813. Dat is deze. Neem aan dat het zwaartepunt van Sandra een cirkelbaan beschrijft. Dat zal deze zijn dan, hè. Zo. De straal van de cirkel is 6,5 meter. Sandra heeft een massa van 58 kilogram. Het rad draait met de wijzers van de klok mee. Je bekijkt de volgende verplaatsingen van H naar O. Dus dat is zo. Ja. Van L naar R. Dus dat is van hier naar daar. Ja. En van H naar H. Dat is dus helemaal rond zo. En van H gedeeld heel rond naar H. Dat lijkt me hetzelfde. Wat is dan hier? Van, is dat toch van H naar, van R naar H zat er dan misschien? Kijk, het is niet goed te lezen. Kijk, van R naar H zou dan zo zijn. Nou, laat maar even kijken. Bereken bij elke verplaatsing het verschil in zwaarte-energie van Sandra. Nou, gaan we nu eerst kijken. Van H naar O. Oké, laten we zeggen dat dit 0 is. We weten dat dit 6,5 meter is. Dus dit ook 6,5 meter. Dus dit in totaal dus 13 meter. 13 meter lager, dus vandaar. Hoogteverschil is min 13 meter. Het hoogteverschil, energieverschil is dan MLG maal H. Dus dat is die 58 kilogram van die massa maal 9,21 maal die min 13 meter. Nou, hier staat dan uitgerekend min 7,4 maal 10 tot de 7e joule. Van L naar R, ik zie, ga ik 6,5 meter omhoog, en dan ga ik 6,5 meter omlaag. Dus ben ik weer op dezelfde hoogte. Dus is het energieverschil. Hoogteverschil, hoogte-energieverschil tussen deze twee is 0, dat hoogteverschil 0 is. Oké, eens even kijken, dan staat hier van, ik neem aan dat hier staat van R naar H, dus van hier naar daar. Dus dan ga ik uiteindelijk 6,5 meter omhoog. Oké, okay. Dat staat hier ook, 6,5 meter ben je omhoog gegaan. Oké, okay. Hoogteverschil is dan MLG maal H, 58 kilogram maal 9 meter, 80 maal 6,5 meter. Liep ineens 10 tot de 4e joule. En dan van helemaal rond, als je hier begint en je gaat helemaal rond, zo dan ben je dus op de plaats waar je begon, is je hoogteverschil dus uiteindelijk 0, dus is het hoogte-energieverschil is dan ook 0. Oké, okay, bereken dan bij de verplaatsing de totale hoeveelheid arbeid die de zwaartekracht verricht heeft. Oké, okay. Nou, hier staat de arbeid die de zwaartekracht heeft verricht, bereken je met de zwaartekracht en het hoogteverschil, dus het begin en het einde van de beweging. De zwaartekracht bereken je met de formule voor de zwaartekracht. De arbeid is positief als het eindpunt lager ligt dan het beginpunt. Anders is de arbeid negatief. Nou, hier hebben we dan de formules. W is F maal S en F is M maal G. Oké, okay. Nou. In het eerste geval van H naar O daal je dus. Dus is de arbeid negatief. Volgens mij hadden we die ook al uitgerekend.
Bij de tweede situatie van L naar R is het hoogteverschil 0, dus dan is het arbeidsverschil ook 0. Bij R naar H dan is de stijging dus 6,5 meter, dus dan is de arbeid positief. Die hadden we ook al uitgerekend, hè? Precies. 15, ja, dat is deze, dat is dezelfde waarde weer, zie je wel. 3,7 maal 10 tot 4 joule. En hier bij de laatste is het arbeid is het natuurlijk ook 0, want het hoogteverschil is 0, dus de arbeid is ook 0. Oké, stel dat het in de tegengestelde richting draait, bij welke verplaatsing zal het antwoord op dezelfde vraag van B dan anders zijn? Nou, je staat als het tegengestelde richting draait, heeft de zwaartekracht dezelfde waarde. De beginnende hoogtewaarde liggen ook op dezelfde plaats, dus het hoogteverschil blijft ook in alle gevallen hetzelfde. Dat betekent dus dat de arbeid ook hetzelfde blijft. Ja, dus er verandert eigenlijk helemaal niks. Oké, 8. Geef aan of in de volgende situatie sprake is van een verandering van de kinetische energie, potentiële energie of van beide. Oké. Je plaatst een verhuisdoos vanaf de grond bovenop een stapel andere verhuisdozen. Nou, dat betekent dus, je hebt dus duidelijk een hoogteverschil tussen voor en na. Dus de potentiële energie, hè, de zwaarte-energie of hoogte-energie, die verandert. Vooraf is de snelheid 0 en achteraf is de snelheid ook 0, dus een kinetische energie verandert niet. Je trapt een bal vanaf weg, oké. Zowel de plaats als de snelheid verandert. Hè. Die bal die zal naar beneden gaan vallen. Dus de potentiële energie verandert ook door het hoogteverschil. En de snelheid is duidelijk ook veranderd, want die lag stil en daarna ligt hij niet meer stil. Oké, je verandert een hoeveelheid water om thee mee te maken. Dat is even wat een complexere natuurlijk, want dan moet je naar de moleculen van het geheel kijken. En als je het water gaat verwarmen, dan gaat het natuurlijk uitzetten. Dat betekent dus dat de plaats van de moleculen ten opzichte van elkaar veranderd wordt. En dat dus ook hun potentiële energie veranderd wordt, want die hangt van de plaats af. Als je het water verwarmt, zal ook de temperatuur stijgen. Dus verandert ook de snelheid van de moleculen. Hè? De temperatuur is een maat van de snelheid van de moleculen. Dus verandert ook hun kinetische energie. Dus ze zullen allebei veranderen, zowel de potentiële als de kinetische energie. Oké, een tegelzetter moet 6 dozen met tegels naar de eerste verdieping brengen. Hij kan het in 2 of in 3 keer doen. Waarom moet de tegelzetter in beide gevallen evenveel arbeid verrichten als je alleen let op de arbeid die nodig is om de tegels te verplaatsen? Nou ja, de zwaartekracht van die tegels die is hetzelfde. Of je nou in 2 of in 3 keer vertelt, de totale zwaarte op die tegels verandert ook niks. En de totale afstand die je moet overbruggen van laag naar hoog, die is ook hetzelfde. Dus dat maakt het dus ook niet uit. Dus de totale hoeveelheid arbeid die je moet verrichten, die verandert niet. Bij B staat een waarom verrichten tegenzetten toch meer arbeid als je 3 keer in plaats van 2 keer naar de eerste verdieping moet. Dat is als je kijkt naar de arbeid die hij moet leveren om zichzelf omhoog te brengen. Die verandert natuurlijk wel, want hij gaat nu 3 keer omhoog in plaats van 2 keer omhoog. En de zwaartekracht op hem die hij moet overwinnen, die verandert niet, die blijft hetzelfde. Maar hij gaat dus 3 keer omhoog in plaats van 2 keer omhoog. En dus moet hij meer arbeid verrichten om zichzelf omhoog te krijgen. En dat geldt niet voor die stenen, want ja... Als je 3 keer in plaats van 2 keer omhoog gaat, leg je wel meer afstand af. Maar de kracht die je per keer moet verrichten is minder. En dat heft elkaar precies op. Maar voor hemzelf geldt dat niet. Dat is even iets om over na te denken. Mooie opgave, dit. Goed, 10. Een auto legt 100 kilometer af en verbruikt daarbij 3 liter benzine of 5 liter benzine. De auto rijdt met een constante snelheid. Toon aan dat de hoeveelheid chemische energie die ontstaat bij het verbranden van benzine gelijk is aan 1,7 x 10 tot de 6e newton. Oké, dan gaan we even naar de volgende pagina. Oké, doe je met de formule de verbrandingsenergie die vrijkomt is de stookwaarde van benzine maal het volume.
En de stookwaarde kun je in minder opzoeken, in tabel 28b. En nou, je ziet hier, het volume is inderdaad 5 liter, of 5 kubieke decimeter, maak een kubieke meter van, dus moet je delen door 1000. 5,10 tot de min derde kubieke meter is dat dan. De stookwaarde kun je opzoeken is 33 maal 10 tot de vierde joule per kubieke meter. Nou, oké, en die moet je dan met elkaar vermenigvuldigen. Komt uit 1,17 tot de zesde joule. Slechts 35% van deze energie wordt gebruikt om de arbeid te laten richten, zeg maar. Hè? Leg uit wat er met de rest van de energie gebeurt. Ja, die wordt eigenlijk verloren. Die wordt niet gebruikt voor wat je het wil hebben, maar in feite verwarm je dus de motor zelf en alle verbrandingsgassen en de omgeving. Ja. Daar gaat die energie in zitten. Bereken de som van de weerstandkrachten die, die op de auto werken. Nou, de som van de weerstandkrachten is bij constante snelheid gelijk aan de motorkracht. Hè? De motorkracht kun je berekenen met de arbeid die de motorkracht verricht. Nou, de arbeid is 25%. Dat is niet 35%, maar het is 25% van de energie die de energie levert. Oké, okay, dus de arbeidsdiefde is 0,25, maar die waarde die we net uit hadden gerekend is 4,125 tot de 7e joule. 4e joule, sorry. De afstand die moet worden afgelegd, die was 100 kilometer. Oftewel 100 maal 10 tot de 3e meter. Het is allebei horizontaal, het is allebei in dezelfde richting, er zit geen hoek tussen, nou dat hier de hoek is 0. Dus de arbeid is gewoon kracht maal de afgelegde weg, 4,125 maal 10 tot de 4e newton, maal 100 maal 10 tot de 3e meter. Als je dat dan uitrekent, is dat dan, de arbeid hier is al bekend, 4,151 maal 10 tot de 4e joule, de kracht moest je juist uitrekenen. En de afstand was 100 maal 10 tot de 3e meter. Nou, de kracht is dan de arbeid gedeeld door de afgelegde weg. Dus 4,125 maal 10 tot de 4e gedeeld door 100 maal 10 tot de 4e. Nou, en hier staat het antwoord dan. Ja. Oké, gaan we naar opgave 11. Juella zit op een fiets en staat bovenaan een helling van 100 meter lang. De hellingshoek is 5 graden. De massa van Juelle is 55 kilogram. De massa van haar fiets is 10 kilogram. Bereken de zwaarte-energie van Juelle en haar fiets samen bovenaan de helling. Goed. Nou, die helling is dus 100 meter lang. Maar wat we moeten weten is deze hoogte. Want de hoogte bepaalt de zwaarte, oftewel de potentiële energie. Dan moet je eerst eens deze hoogte uitrekenen. Nou, deze is 100 meter, de lange of de schuine zijde. Deze hoek is 5 graden. Dit is de overstaande zijde, dus dat is solcaltoa of soscastoa. Dat is dus de sinus. Dus de sinus van 5 graden is deze hoogte gedeeld door de 100 meter. Nou, de hoogte is dan 100 maal de sinus van 5 graden, is 8,72 meter. Oké, okay, die gebruiken we dan voor het bepalen van de potentiële of de zwaarte-energie of de hoogte-energie. Dat is m g maal h. Samen zijn zij en haar fiets 65 kilogram. G is 9,81 en de hoogte hebben we net uitgerekend is 8,72. Dus die drie vermenigvuldigen met elkaar. Dat gebeurt hier. En dan komt eruit, nou hier zie je de waarde staan. 5,56 maal 10 tot de 4e joule. Goed, B dan. Juella gaat zonder te trappen de helling af. Onderaan heeft ze een snelling van 25 km per uur. Bereken de kinetische energie van Juella en de fiets onderaan de helling. Nou, de kinetische energie bereken je met half een V kwadraat. Dat staat hierin. Je weet wat haar massa is. Die is 65 kilogram. Je weet dat de snelheid is 25 km per uur. Oké, dan moet je meter per seconde maken. Dat is maal 1000 en delen door 3600. 6,94 meter per seconde. En die twee waarden vul je dan hierin. Een half maal 65 maal 6,94 in de kwadraat. Nou, je staat hier 1,610 tot de 4e joule. Hier staat kinetische energie beneden aan de helling. Terwijl kinetische energie boven aan de helling was natuurlijk 0, want het stond stil. Gaan we naar C. Tijdens de beweging naar beneden werken er weerstandskrachten op Juella en haar fiets. De som van deze weerstandskrachten veroorzaken 4 kilojoule aan warmte.
dat is 4000 joule, bereken de gemiddelde grootte van haar weerstandskrachten samen. Goed. Nou, je weet dus dat de weerstandskrachten een arbeid levert die gelijk is aan de weerstandskracht maal de afstand waarover het gaat. De afstand waarover het gaat is 100 meter. De arbeid die er geleverd wordt is 4,10 tot de vierde joule. Dat staat gegeven. Er wordt 4,0 maal 10 tot de derde kilojoule warmte wordt er verloren. Dat is die Q. Oké, dan hebben we alleen nog over FW. Want die andere twee die weten we. Dus Q is F maal S. Hier staat het ingevuld. Dit is Q. Dit is F, die weten we niet. En dit is S. Nou, F is dan deze waarde gedeeld door die waarde. En dan komt het uit 40 newton. Julia rijdt vervolgens terug langs de helling omhoog. Zij doet dit met een constante snelheid. De gemiddelde weerstandskracht die ze ondervindt is 25 newton. Om met een constante snelheid naar boven te gaan is een kracht nodig die langs de helling omhoog gericht is. Toon aan dat deze kracht 81 newton is. Goed. Nou, de kracht die je nodig hebt om met een constante snelling omhoog te gaan is dus gegeven. Die hangt af van de component van de zwaartekracht langs de helling en van de weerstandskrachten. Nou, de zwaartekracht kan je natuurlijk makkelijk uitrekenen. Fz is MLG. Dan bereken je de component langs de hellingshoek. Die bereken je natuurlijk met de sinus in dit geval. Dat hebben we net al een keer gedaan, die sinus gebruikt. Nou, laten we dat eerst maar even gaan doen. Dus de zwaartekracht is MLG. 65 kilogram maal 9,81. 637 newton. Dat is dus de kracht naar beneden. Maar nu die langs de helling, de component van de zwaartekracht. Nou, dat is de sinus van de hoek. Die was 5 graden. De component willen we weten, maar de zwaartekracht zelf hebben we net al uitgerekend. Die is 637,7, dus dat wordt niet ingevuld. Hier staat die 5 graden en hier staat de 637,7. Nou, de component langs de helling is dan het product van die twee natuurlijk zo. En dat blijkt dus 55,6 newton te zijn. Nou goed, hoe kom je dan aan die 81? Goed, we hadden dus al gelezen in de opgaven dat de weerstandskracht 25 newton is. Die is natuurlijk omhoog gericht. Die moet over, en de component van de zwaartekracht, die 55, zeg maar 56 newton, die is natuurlijk omlaag gericht. Maar zij moet die allebei overwinnen natuurlijk. De weerstandskracht is omlaag gericht. Dat is natuurlijk onzin. Die is ook naar beneden gericht natuurlijk. Dus ze moeten de weerstandskracht die naar beneden werkt langs de helling moet ze overwinnen. En de zwaartekrachtcomponent langs de helling moet ze overwinnen. En daarvoor moet ze dus 25 newton van de wrijving overwinnen. En 56 newton van de zwaartekracht overwinnen langs de helling. Samen moet ze dus 81 newton overwinnen. En dat moet ze natuurlijk met haar spierkracht moet zij die 81 newton leveren, zeg maar. Bereken hoeveel chemische energie Juella minstens moet gebruiken om weer bovenaan de helling te komen. Nou, de chemische energie die je moet gebruiken is natuurlijk gelijk aan de arbeid die geleverd is door de trapkracht, zeg maar. En we hadden net gezien dat de trapkracht 81 newton moet zijn. En we hebben ook gezien dat die kracht die is dus langs de helling gericht. En die helling die is natuurlijk in dezelfde richting gericht en die is 100 meter lang. Dus de arbeid die ze moet leveren is de kracht 81 newton maal de helling 100 meter. 1,8 maal 10 tot de vierde joule. Dan staat er bij F, in het antwoord staat hier niet bij, maar goed, we komen er wel uit. Leg uit waarom Juella meer kinetische energie moet gebruiken dan je bij vraag heb berekend. Dat is natuurlijk omdat er ook allerlei wrijving in je fiets zit en in je spieren zit en dat er nog veel meer luchtweerstand is en er zijn allerlei tegenwerkende krachten die zorgen dat je meer dan die waarde van hier moet leveren om boven te komen. Dat was paragraaf 2. Volgende filmpje gaat over paragraaf 3.